Hi en welkom bij een nieuwe review. Ik heb er zin in, zeg jullie ook. Eens kijken wat Ahmed nu heeft opgestuurd. Wat zit er onder het doosje? Here we go. Yo! Maar wat is het? Onbegrijpelijke taal. Onbegrijpelijk spul. Onbegrijpelijke taal. En hier zit een dode vis in. Zelfde onbegrijpelijke taal. Maar hier staat wel iets begrijpelijks. Mega chips. Ik ga even googlen. Ik heb even opgezocht. Maar wat is het? Het is Wit-Russisch. Lekker actueel, Jantje. Dankjewel. Wit-Russische borrelhappen. Allemaal. Voor bij de neut. Haha, lekker man. Het ziet er niet appetijtelijk uit. Zoals je ziet. Maar ik denk raring of zo. Vind ik van, in ieder geval vis gedroogd. Niet lekker, maar oké. Okay. Chips. Altijd lekker. Maar toen zag ik dit en toen dacht ik, dat lijkt op snoep. Alleen hier zie je een plaatje van een hele blije fles bier. Dus ook dit is een borrelhapje. Ik opzoeken, wat denk je wat het is? Even serieus. Dit. Dit is inktvis. Gedroogde, gezouten inktvisringen voor bij de borrel. Geen zin in. Eén voordeel bij het reviewen van borrelhappen is dat je er een borrel bij mag. Dus, lekker man. Even lekker koud biertje. Niet zeuren dat ik Amstel drink, want ik vind dat gewoon het lekkerste bier. Klaar. Klaar. We beginnen bij, natuurlijk, bij de chips. Kijk, dat is... Holy smack. Wit-Russische chips is heel lang. Ja. Aardappelen en zout, wat kan er misgaan? Heerlijk. Tijd voor de Wit-Russische borrelhap. Numero due. De gedroogde vis. Oh! Oh! Ik lust echt alles. Ik eet ook echt alles over de hele wereld. Oh! Maar dit ruikt naar verrot kattenvoer, man. Holy mac! En je moet echt serieus kokhalsen van die geur. Ai, kom op hé. Is knijt hard. Ik begrijp heel goed dat die Wit-Russen nu in opstand komen, want dit kan echt niet. Jezus! Ik heb nog nooit zoiets smerigs gegeten. Ja, hoe het heet weet ik niet, want ik kan dit niet lezen. Maar in ieder geval, mocht je in Wit-Rusland zijn om te demonstreren of gewoon lekker op vakantie of weet ik wat. En je hebt trek bij een neutje, sla deze over. Wit-Russische borrelhap nummer 3. Inktvisringen. Het ziet uit als spaghetti. Oh, het ruikt niet als spaghetti. Oh. Deze heeft een beetje, zeg maar, wat Franse kaas heeft, dat je eraan ruikt en dat je denkt, is mijn oma dood? En als je het proeft, denk je, lekker, lekker, lekker! Ik moest even bijkomen. Het was, ik zit helemaal te zweten, joh. Ik ga cijfers geven voor deze Wit-Russische borrelhappen. Die kun je overigens gewoon bestellen op internet. Ik zou het gewoon lekker niet doen als ik jou was. Goed, gaan we. Met de Wit-Russische, laten we zeggen, rechthoekige chips is niets mis. Gewoon een 8. Lekker jongen. De tweede Wit-Russische borrelhap is deze inktvisspaghetti. Het ruikt serieus naar een mousserend veenlijk. Het is absurd. De smaak daarentegen
is niet zo heel erg. Maar niet zo heel erg is niet een reden om iets te gaan eten. Deze krijgt van mij een 2. Blech. Het diepste dieptepunt van deze review zijn deze gedroogde dode vissen uit Wit-Rusland. Oh, ik moet bijna kotsen alleen al om dat vast te houden. Zo stinkt het erg. In ieder geval, doe dit niet jezelf aan. Bestel ze. Ik zou ze niet eens opzoeken op internet. Dit is zo verschrikkelijk smerig. Deze vissen krijgen van mij een min 10. Nog nooit zoiets goors geroken en gezien. Spasiba, namastrovje.